Jomis! Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Random Clash Generator serie hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Gaming. Wat ik in deze serie doe is ik laat natuurlijk een website, een clash voor mij aanmaken. Die clash kan goed zijn, slecht zijn, middelmatig zijn, normaal zijn, maakt niet uit. Het kan elk wapen zijn, elke perk zijn, elke attachment zijn, elke scorestreak zijn. En met de clash moet ik 60 kills halen in één domination potje om een punt te verdienen. Halen wij de 60 kills niet, krijgt de website een punt. Op dit moment staat het, en dan moet ik heel goed nadenken, 26-16 voor mij. Dus we staan al voor. We gaan op het knopje generate klikken. En als ik op het knopje generate klik, dan zou ik het awesome vinden als jullie ook like knopje willen drukken. Dus als je dit nou leuk vindt, mensen, ram natuurlijk zo'n kaart op like knop, dat helpt mij enorm. Bedankt sowieso voor de support. En wij hebben de enige echte. De one and only. Ik heb op generate geklikt. Oeh, de enige echte. 205 Bressy. Met de Reflex Sight. De Fastmax. En de Long Barrel. En hebben wij als secondary hebben we de Butterfly Knife. Nou ja, daar heb je helemaal geen ene zak aan. En als cursus hebben we Overklok om onze specialist sterren te krijgen. Cold Blooded. Dead Silence om niet gehoord te worden. En we hebben nog eens twee Tactical EMP granaten aan. Waar je wel extra punten mee kan krijgen, maar natuurlijk niet extra kills. Dan hebben wij als specialist hebben we Active Camo. Die gaan we dus heel erg snel halen. Omdat we ook nog eens Overklok aan hebben staan. En als scorestreaks de Counter UAV, de Guardian en de Sandgun. Op zich laag scorestreak om te halen. Dus ik hoop ook dat we die Sandgun kunnen halen. Want dan kan je wel wat extra kills mee oppakken. Dan zet ik heel snel nog wat camo's op mijn wapens. Dan gaan we een potje joinen. 60 kills moeten wij erin halen. En ik hoop simpelweg dat het gaat lukken. Dus ik zeg tot in het potje. Alright boys, zoals je kan zien ben ik in een domination 6 tegen 6 potje gekomen op map Nuketown. Dus dat is natuurlijk super ideaal met een shotgun in je handen. En ik hoop natuurlijk ook dat wij dit potje ten eerste kunnen winnen. En daarna natuurlijk sowieso ook de 60 kills kunnen droppen. Het gaat nog best wel moeilijk worden, want als die enemies natuurlijk gaan campen. Of als die enemies heel rustig gaan spelen, kan je bijna geen kills krijgen met de shotgun. Maar ik ga niet de B-vlag pakken. De reden waarom ik dat doe is omdat als ik de B-vlag pak, het potje sneller voorbij gaat. En als ik iets niet wil op dit moment, is dat het potje te snel voorbij gaat. Dus ik doe het gewoon rustig aan. Ik laat mijn teammates... Oh my god, ik heb het overleefd. Oh my god. Wat hebben wij gedaan net? Ik ga de spawns laten flippen. Oh, mijn sending kills ook nog. Wat ben ik aan het doen, joh, met die enemies? Oké, ik ga niet die A-vlag pakken. Ik laat hem gewoon lekker zitten waar hoe die zit. Ze mogen het uitzoeken daar, hoor. Ik ga wel achter die enemies aangaan. Ze spannen sowieso zo meteen hier ergens. Mijn Sentrygun die zit gewoon te schieten ook nog, hè. Ze spannen gewoon letterlijk in mijn Sentrygun op sommige momenten. Dat vind ik echt briljant. Want dat ding dat staat dus gewoon midden in een span, joh. Ik heb snel mijn zichtbaarheidsmanteltje aangezet, want... Ik wist even niet meer waar de enemies liepen. Ik zet er hier ook gewoon nog één neer, hoor. Hoe zit er één achterin, jongens? Kijk uit. Ik heb geen ammo meer. Ik mag geen wapen oppakken. Dus ik moet nu rondlopen met de Butterfly Knife. Daarom kan ik bijna geen nuclear droppen met deze random classes. Omdat ik geen scavenger heb meestal. En zonder scavenger ben je out of ammo, word je gesniped. Dus we beginnen wel lekker op zich onderweg naar de nuclear. Maar ja, ik mag geen wapen oppakken. Eerlijk is eerlijk, ik mag geen wapen oppakken. Dus dat ga ik niet doen ook, want dan ben ik gewoon aan het vals spelen. Dus ik moet ook een beetje letten op mijn ammo, want... Want als ik iets niet wil, dan is het natuurlijk out of ammo komen. Dus ik moet eigenlijk gewoon een beetje letten op mijn ammo. En dan heb je eigenlijk ook gewoon geen last meer van. Oh, yo, dat was geluk. Ik heb al zichtbaarheidsmantel aan. Oh, jammer, jongen. Ik had een frenzy kill. Ik had een frenzy kill. Ja, ja. Ja, ja, let's go. We gaan hard, jongen. We gaan sowieso de 60 kills hier droppen. Ik denk dat we deze eerste ronde al 40 kunnen halen of zo, als we zo doorgaan. Het team met de hand nog eens een hater ook, dus dat gaat sowieso goed komen. En als we deze ronde 40 halen, dan hebben we sowieso de volgende ronde. Dan hebben we er sowieso 60. Dat kan niet anders gaan, gewoon. Die onzichtbaarheidsmantel haal ik zo enorm snel, jongen. Die enemies weten gewoon niet wat ze overkomt op de meeste momenten. Oh, ultra kill, nee! Ik moest nog één kill voor de kill chain. Oh, dat is zo jammer. Dat is zo enorm jammer, jongen. Oh, dat is pech. Dat is pech. Ah, die ging niet dood. Dat is pech, ik had een ultra kill. We gaan beast. We gaan serieus beast op dit moment. Zo, die knetter, hé.
Op sommige momenten verbaas ik mezelf ook nog hoe we aan het spelen zijn, joh. What the fuck, man. We hebben sowieso de 40 kills deze ronde. Sowieso. Ik weet het 100% zeker gewoon. Ik was onzichtbaar, lieve schat. Spijt me zeer. Maar dan kan je me niet zien. Er zitten twee snipers bij de enemies die deed achter in de map staan. Dus als ik mijn MP-granaat een beetje normaal gebruik zo. Dan hebben ze geen minimap meer. En dan zien ze me natuurlijk ook niet. En dan gebeurt dat met ze. Ja, hé, dat is kut, jongen. Dat is nou balen als je gaat campen, hè. Sowieso is het spannend als dat men in onze rug. Oké, nog niet. Ik ben te vroeg. Ze kunnen wel elk moment in onze rug spannen. Ze moeten er wel heel veel op letten. Lekker jezelf MP, dan is ook handig. Oh, hij ging niet dood. Oh, ik dacht dat hij al dood was. Ik reload al. Nou, de eerste ronde zit er in ieder geval. Was een mooie eerste ronde, gek. Zo. Ik ga niet kijken hoeveel kills we hebben. Maar ik denk dat we sowieso wel op de 40 kills zitten. We zitten sowieso op de 40 kills. Niet hoge scores. Six cent. Ik heb niet heel veel gedaan. Guardian heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Want ik zet die gewoon steeds random neer. Maar, we hebben heel veel kills. We hebben echt sowieso 40 kills. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want ik vind het gewoon leuk om te zeggen. 40 kills in één ronde. Dat is gewoon ideaal, joh. Maar, we hebben nog ronde 2. Dus we moeten die 60 kills gaan droppen. Dus ik hoop dat ronde 2 even goed gaat. Spans waren uiteindelijk wel geflipt, by the way. Door mijn sentry gun die er stond. Maakt niet uit dat je zelf inpiet eigenlijk, want dan gaan ze heel snel voorbij. Oh my god, jij bent geowned. Oh, lucky bastard. Die vet was wel gerekt daardoor. De teammates pakken helaas wel de B-vlag. Wat inhoudt dat pokje natuurlijk sneller voorbij gaat. Ik zat gewoon aan mijn neus te kriebelen en ik heb hem nog. Wat inhoudt dat pokje natuurlijk snel voorbij gaat. Maar op zich. Is dat niet heel erg. Want ik heb veel kills al binnen. Ah, oh, het een headshot. Nice. Goed gedaan. Goed gedaan, Pablo. Je pines gaan ook raken. Krijg ik extra puntjes voor. Ja, als je de camp is, ben je sowieso dood. Want daar houden we niet van. Spans geflipt. Ja, Spans zijn geflipt. Ik help gewoon heel veel mensen met de C-vlag. Kost me wel tijd, maakt het verder niet uit. Oh, ik had hem niet gezien. Jammer, ik had hem niet gezien, man. Ik was onzichtbaar, dus niemand zag mij ook. En dan ga je zo dood, hij zit hier boven. Teammate stond letterlijk naast hem te campen, zag je dat? Mijn teammate stond letterlijk naast... Jij bent nu aan het campen, Pablo. Mijn teammate stond letterlijk naast die enemy aan te campen. Terwijl ze het niet bij elkaar hoorden ofzo. Alles kan, jongen, in Call of Duty. Alles kan. En jullie zijn echt vies aan het campen, jongens. Even dat je het weet. En dat weten jullie zelf ook wel. Jij bent ook vies aan het campen. Jij hoort er ook nog eens bij. Als jij dat doen bent, weet ik niet. Ah, mijn teammate ging met zijn purifier, jongen. Ik weet niet wat je probeerde, maar... Ik zag hem. Oh my god, dat was... Holy shit. Oh, kut, ik ben dood. Ik heb overleefd. Nevermind, was een grapje. Was een grapje, jongens. We rekken ze heel hard, hoor. Eigenlijk is het gewoon niet meer leuk voor die enemies op dit moment, hoe ze worden geowned. Oh, die was een kill. Dat was een killsteal. Mijn teammate killsteelde me. Ik heb hem hier zo gericht daar op die garage. Guardian zet ik zo op de B-vlag. Daar heb ik tenminste nog wat aan. Voordat ik ze weer dom neerzet namelijk. Wat ik altijd doe. Ah, shit. Teammate heeft weer een hater. What the fuck. Teammate, je gaat ook lekker dan hoor. Lekker bezig, vriend. Hij helpt me wel hard hoor met die haters, dus ik kan zeggen wat je wil, maar... Hij werkt wel bij dat ik die enemies ook nog eens kaart kan killen. Hij wist het! Die Pablo denkt na! Want hij wist dat ik daar ergens in het huis zat en hij bleef eventjes wachten. Pablo is de enige van het team die nadenkt, jongen. Team heeft zelfs een powercore, joh. Zo! Had er echt zin in, die gozer. Ik had een killsteal, was een killsteal. Onthoud het, jongens, killsteals zijn altijd goed.
Ah, superkill weer, superkill weer. Nog een heetje erbij van mijn teammate. We gaan echt zo fucking beest, jongen. Ik maak echt geen grapje, we gaan echt beest. Dat had ik zelf niet verwacht met deze clash. Oh, yo. Ik ren er volop in, jongen. Oh my god, what the fuck? What the fuck? Ik heb 92 kills! 11.720 punten. Wajo. Ik wil wel even mijn medals zien aan het einde hier. Ik wil gewoon even mijn medals zien. Holy shit, maat! Dit zijn de potjes met een random clash. Dit was niet eens een goede clash. Wat een cold blooded waar ik niks aan had. Wat een dead silence waar ik niks aan had. Dat is nuked, dus iedereen hoort je. Overklok hadden we wel wat aan. Butterfly knife, heb ik een paar kills meegepakt. What? Als je hem groot jongens rand natuurlijk zoals ik uit blijkt. We krijgen wel weer de punten bij. Dus dan houdt het in dat het 27-16 staat. Maar ik wil mijn medals zien. Die teammate van me, de Destroyer, jij ging ook bezig. Want je hebt 9880 punten. Dus dankjewel voor de support. Maar wij hebben 92 fucking kills. Holy shit. Ik ga wel even checken jongens. Wat voor medals we allemaal hadden. Pablo goed gespeeld by the way. Want jij dacht logisch na. En je hebt me nog daardoor een paar keer gekild ook. Dus goed gedaan jongen. Maar even mijn medals checken. Want dit was bizar jongen wat hier gebeurde. Zo de knetter. Ik had sowieso een ultra kill. Ik had een super kill. Ik ging aan het begin op een dikke streak. Maar op een gegeven moment was ik out of ammo. Maar ik ben zo benieuwd of we die kill chain misschien ergens tussendoor hebben gehaald. Of misschien nog een ultra kill. Want ik zat helemaal niet meer op te letten. Maar we gingen wel echt beast jongen. Ik ga het even checken, ja? Ik ga het even checken. Wat hebben wij allemaal gehaald? Dat ga ik nu zien. Als het laatste scherm voorbij is. We hebben wel weer de punten bij. De 27 punten voor ons. Even kijken hoor. Superkill, ultrakill, frenzy kill, triple kill, double kill. Wauw. Oké, lekker bezig. Alright, nou ja. 92 kills. Ik hoop dat jullie hebben groot. Als je op grote ram natuurlijk. Dus kijk op mij. Ik heb goed gespeeld. En ik heb goed gespeeld teammates. En tot de volgende keer. Bye bye mensen.